Hallo! Hoi! Hallo, from Casa Flemish. Hallo, Thomas en Christophe. Een beetje minder fris als in het begin. Een beetje minder fris als in het begin. Ja, het is... Maar het is prachtig. Het is, hoe laat is het? Het is... Middag. 12:30 zondag namiddag. Even recapituleren. Het was een zware nacht. Serieus. Serieus zware nacht. Ja, een lange technische stop. Het is de eerste vlog na eigenlijk een start van de wedstrijd. Dus, heel goed gestart. Heel goed. Heel goed gestart. Heel goed gedaan. Van 23 terug naar 14. Heel goed. Eerste in klasse. Ja. P6 op een bepaald moment. P6 algemeen. Op, als toosterdomme. Ja. Dat was alles nog oké. Dat was nog een normale wedstrijd. En dan heeft de organisatie zich begin moeien. Met de... Kartwissels tijdens full course yellow voor de snelle. Ja, de eerste 50 karts en dan wijsselklaars onder green, waardoor dat we tijd verloren. Meer voorgevallen, dus ja, veel. Meermaals voorgevallen gedurende de avond, nacht, ochtend. Zelf één fout gemaakt. Ja. Low fuel motorsport, of we gaan de naam veranderen naar low fuel simsport. Een keer zonder brandstof gevallen. We moeten tonen. Ja, we moeten tonen. Brandstof. Er zat eigenlijk wel nog zoveel in de tank. Hè. Ja, serieus? Ja, er zat nog zoveel in de tank. Bedrog is, hè. Ja. Dus ja, op het circuit zonder brandstof gevallen. Ja, gesleept zijn naar de pits, tanken, dan terug binnenkomen voor een rijderswissel. Ja. Bla bla bla. Dus dat is eigenlijk de eerste fout. Voor de rest zaten we qua pace, denk ik. Heerlijk. Ja, podium qua onze klasse en denk ik top 15-20 algemeen. Ja, we kunnen eruit opwarmen. Ja, dat was toch dat was heel positief. Niemand die een fout heeft gemaakt. Heel goed gereden. Het is nog niet gedaan, maar heel goed bezig. Dan Alexander is just gedaan. De Fuel Master. De Fuel Master. On my part. Mr. Fuel Vapor. Dus qua race directie en organisatie geef ik ikzelf een 0. En de rest? Oh, nee, een 1,5. Niet speciaal was van jou, het kan beter. Een 5. Kan veel beter. Nu ja, tot daar. Het beste is dat nu nog de regels veranderd zijn. Hè. Er zijn nu geen full course yellows meer, enkel nog safety cars. En alle klachten die zijn geweest tijdens full course yellows vervallen allemaal. Hè. Ja, maar ja, nu is safety car, maar het is al van gisteravond safety car. Er zijn nog full course yellows geweest ook. Hè. Ja, maar ja, het kwam de safety car op de baan. Dus. Niet altijd. De safety car. Van mij wel. Ja, nu ja, tot daar. Ja, dus momenteel, actueel, liggen we 6e in klasse. Met P7 op 30 seconden. Maar waarschijnlijk gaan we... Ja, maar waarschijnlijk gaan we die plaats wel verliezen, omdat we dus nog een keer switchen. Ik doe al switchen. Switchen, omdat wij nog... Dus Hendrik moet straks aan de beurt en ik doe de laatste. En dan is het gedaan. Er is nog geen kartwissel. Nee, nu is u geweest. De laatste. Matthew is nu aan het trainen, heeft nu de laatste kartwissel gedaan. Dan is het nog Hendrik en ik doe de finish. Dus waarschijnlijk zal het P7 zijn. In onze klasse. En wat zit nu? 40ste. Ja, rond de 40ste algemeen van de 66 deelnemers. We zijn gefinished. We zijn gefinished. Houd vast doen. Maar allemaal wel positief en heel leuk. Iedereen heeft heel goed gereden. Dat is ook belangrijk. S'nachts rijden was ook echt zalig. Ja. Enkel een beetje regen gehad. Gisteren namiddag. Ja, denk ik begon. Dus ja. Eén stint al na een uur was vandaag. Dan is het een beetje geregend. Nee, maar het was na 5 uur. Wie iemand met stint? Zo'n debiel dat zegt dat het een fuir was. Ik had hem ingehaald. En dan gewoon ik weet een rempunt gemist en ik stond rond. Ja. Dus genoeg debielen op de baan. Ja. Ja. Veel de bieren die denken dat ze kunnen rijden. Voilà, ja, inderdaad. De pepernoten. De pepernoten voor de Diego. Diego. Dus we gaan We Will Bring It Home. Al bij al qua ervaring. We hebben ons geamuseerd, dus het smaakt naar meer, maar met een betere organisatie liefst. En eerst nog een beetje slapen. En een beetje slapen. Een beetje slapen. Ja, allee. Recupereren. Pas op, karting, topsport. Topsport. Ja, ja. Kom het morgen doen, hè? Om 3 uur te slapen, hè? 2,5, hè? 2,5, allemaal geslapen. Thomas misschien een beetje meer. Ik ga wel 2 uurtjes extra. Thomas al 20 uurtjes extra. Dus en iedereen nog altijd focus. Dus dat is wel toppie. Dus high performance athletes, hè? Dat is hier. Jup. Voilà. Ja. We gaan dan allemaal een shoei doen. Shoei. Ik ga een shoemie gaan doen. Een shoemie, ja. Voilà, dus dat gaat
de god. Wat? Ah, ja. Donker. Zeg het maar niet te luid. Dan gaan we misschien de voorlaatste vlog zijn, maar misschien nog één doen. Nog ja, na de finish. Na de finish. Goed. Oké. Okay. Dus ja, tot daar een update van de shit tot nu. Hè. Goed. Iemand nog iets bij te voegen? Wish us luck. Opmerkingen? Ja, wish us luck. Jaar. Tot volgend jaar, ja. Dan misschien een Henk of zo. Ja, misschien maar. Misschien een bittere organisatie. ja, de classics. Hoe zijn ze nou weer? Thumbs up? Oh god. Abonneer je op het kanaal, Christophe. Dat ga je weten. Ik unsubscribe. Trouwens, is leuk reclame, Racing Coach. Hier ter plaatse. Ja. Speed, ik heb mijn training mee. Terug te vinden op Christophe Raas, Racing Coach, Facebook. Ja, ja. Ik ken de naam en je vindt het wel. Top gast. Ja. Oh, kijk, dat is van zijn broer. Wie was erop? Ik. Allee, mannetjes. Takkes. Tot een beetje later. Bye. You. Bye.